Kostelijk Leven. Mijn naam is Elisa of Elisabeth en dit is mijn kleine plekje op het internet waar ik mijn handwerk met jullie deel. Ik borduur, brei, haak, spin en soms kledingnaaien en dat alles deel ik hier. Wat goed gaat, wat fout gaat, echt alles. Het is vandaag podcast nummer 54. Het is woensdag wanneer ik dit opneem. En het is heerlijk regenachtig, bewolkt, een beetje koud weer. En ja, voor alle hardcore zomerliefhebbers, sorry, maar ik word hier echt heel gelukkig van. Gewoon een beetje dat weer, dat je lekker binnen blijft, een beetje handwerkt, dat je dingen kan doen. Dat ik zelfs even vandaag mijn trui even aan kan. Ik heb wel een hele korte broek aan, maar dat zien jullie toch niet. Maar ook een trui. En dat vind ik echt heerlijk na alle afgelopen dagen met 30 graden. En nee, heerlijk. Dus ik ben helemaal gelukkig. Het is vandaag een podcast waar ik wat dingetjes af heb. En het is een podcast met een oproepje aan het eind. Maar voordat we met dit alles beginnen wil ik een kleine kanttekening plaatsen op een paar opmerkingen wat ik bij mijn vorige podcast heb gehad. En dat is dat daar heel veel reclame voorbij kwam. En wat is er nou niet vervelender dan al die reclame, dat je om de 10 minuten zo'n 5 seconden reclamefilmpje krijgt. Ik ben daar ook groot tegenstander van. Echter, ik kan er op dit moment nog niks aan doen. Pas bij 1000 volgers kan ik er wat aan gaan doen. Dan kan ik aanklikken wanneer de reclames tevoorschijn mogen komen. Als het goed is, ja, ik verdien er dan ook een heel klein beetje aan. Maar dan kan ik het grotendeels door het filmpje heen uitzetten. Mijn idee zou in dit geval ook zijn geweest, begin van het filmpje en eind van het filmpje, een kort reclamefilmpje, dat aan het einde heb je er geen last van. En aan het begin, ja, dan moet je dat even gunnen, denk ik, aan degene die het filmpje maakt. Maar op dit moment kan ik dat helemaal niks mee. Ik heb er niks over te vertellen. YouTube bepaalt zelf wanneer hij reclames in mijn filmpjes plaatst. Een hele lange tijd was ik daar vrij goed uitgebleven. Vrij weinig reclame. Maar de laatste tijd hebben ze echt een boost gegeven. Zelf kijk ik ook af en toe filmpjes. En in al die filmpjes komt op dit moment gewoon heel veel reclame voor. Dat kan je wel verhelpen door niet via de app te kijken, maar online. Dan wordt het al iets minder. Heb ik mij laten vertellen. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Pas bij 1000 abonnees heb ik mogelijkheden. Dus mocht je nou heel graag willen dat ik er wat aan doe, abonneer allemaal. Dan ik moet nog 300 abonnees of zo. En dan kan ik er wat aan gaan doen. Dus tot die tijd, sorry, ik snap het. Het is super irritant, maar je kan er echt niks aan doen. Ik ben geen voorstander. Dat wou ik wel even gezegd hebben. Ik ben zelfs groot tegenstander van reclames tussen de filmpjes. 100 keer op een filmpje. Maar goed, dan weet je dat. Ik kan er niks aan doen op dit moment. Kon ik dat maar. Goed, dan gaan we nu gewoon met de podcast beginnen. Ik heb wat af. En ik ben zo verschrikkelijk blij. Ik heb zelfs 2 dingen af. En ik ben ze echt helemaal klaar mee. Laten we er maar gewoon bij pakken. Ik ben op kleur vandaag. Nou ja, een soort van. Het is wel leuk dat ik weer mijn favoriete trui aan heb. Niet gebreid, gewoon gekocht. Maar die is echt helemaal af. Zitten de gaten in. En het, ja, ik moet echt aan een nieuwe. En nu heb ik wel een wolletje gevonden. Dat net zo, wat het net zo lekker voelt. Maar het wordt echt een brabbelpodcast. Ik merk het nu al. Ik had er ook zin in om het op te nemen. Ik zat echt met, oh, ik hoop dat mijn zoon één deze dagen nog even een keertje wil slapen in de middag. Het is iets wat hij dus eigenlijk niet meer tot nauwelijks doet. Begrijpelijk. Hij is
Oké. Hij is al 3, bijna 3,5 zo meteen. En ja, dan houdt het natuurlijk op. Maar ja, het is wel het beste moment in zo'n leeg huis. Of nou ja, leeg huis met een slapend jongetje boven om podcast op te nemen. Ik had dus de mazzel vandaag. Dus ik hoop oprecht dat hij ook nog even blijft slapen. Maar ik had er dus zin in. Dus dit enthousiasme is echt goed. Ik heb het af. Ik heb de testbreiwerk, testnit heb ik af. Op 1 juni begon ik. Ik dacht, ik geef me nooit meer op voor het testbreiwerk. En toen zag ik bij Nashwa Sak, sorry daarvoor als ik het verkeerd uitspreek, dat zij nog 1 maat zocht. En blijkbaar stond de testnit al een tijdje online, want de meesten hadden al de garis en de wol in huis. Ik nog niet. En ik had me opgegeven met het idee, binnen 23 dagen moet het toch lukken om vest te breien voor mijn dochter, maat 6, 7 jaar. Het is gelukt. 2 dagen te laat. Maar het is gelukt. Hij is af. Het is de Aurora Cardigan Junior. Dus van Nashwa Sakr. Ik zet dat hieronder neer. Hoe het echt geschreven moet worden. En dan kan je zelf bedenken hoe je het moet uitspreken. Dit is hem geworden. En jeetje mina, wat een werk. Jeetje mina, wat een werk. Hij is nog niet beschikbaar. Tegen de tijd dat hij beschikbaar wordt, dus dat hij online komt, zal ik een berichtje plaatsen op mijn Instagram van in mijn stories van hey, hij is beschikbaar. Maar tot die tijd kunnen jullie alleen kijken. De test is dus afgelopen. Een gedeelte heeft hem ook af, niet iedereen. Dus ik weet ook niet hoe het nu zit met hoe snel het online komt. Want er is best wel een groep geweest, volgens mij is er een groep geweest die überhaupt niet in de buurt is gekomen van het afmaken of die heeft afgehaakt. En er is een groep geweest die hem af had. En natuurlijk een groep die net als ik wat later is. Ik ben blij dat ik hem af heb. Ik heb gebruikt, laten we daarmee beginnen, Drops Alpaca, hazelnoot, de kleur. En Drops Alpaca Silk, Brushed Silk en dan de kleur Roest. Die garens worden samengehouden. Ik kan wel iets kort vertellen over de constructie. Je begint hier aan de bovenkant. Doe je eerst de achterkant. Je neemt steek op voor de schouders. En natuurlijk dan meer hier. En de rest staat in het patroon. Het is een drop shoulder constructie. Met van die ruffeltjes aan het einde. Nou heb ik wel de indruk dat ik hem niet helemaal goed heb gedaan. Ik had een beetje ruzie met die heuvels. Volgens mij had hij nog 2 toertjes langer gemoeten. Maar toch vind ik het wel heel schattig geworden. Ik heb heel veel geleerd van dit patroon. Hoe ze de boord heeft gedaan. Ik vind dat prachtig. Het was belachelijk veel werk. En ik denk dat dat zelfs het meeste tijd heeft gekost om dat te breien. Maar het is, ja, ik ben wel echt heel erg blij met hoe het is geworden. Het is een hele mooie leerschool geweest voor mij. Ik had nog nooit ruffels gebreid. Ik had nog nooit zo'n boord gebreid. Drop shoulder constructie had ik volgens mij 1 keer voor mijn zoon. Maar dat was toch anders. Ze heeft echt een eigen manier, zeg maar. Ik wilde zoals iedereen houten knopen op mijn vest plaatsen. Maar ja, ik had deze knopen al in huis en ik had geen zin om nieuwe knopen te kopen. Ik was gewoon klaar. Ik wilde gewoon knopen erop. En eigenlijk past het wel heel, heel mooi erbij. Ik heb voor het eerst voor de tweede keer de Italian bindoff gedaan. Ja. Het is ook voor de eerst dat ik hem eigenlijk wel goed gelukt vind. Vorige keer was het echt gewoon, ik had ruzie. Ik had een filmpje opgezocht deze keer weer, hoe dat moest. En die slag, voordat ik hem te pakken had, het duurde eindeloos. Ik heb wel 100 keer dat filmpje gekeken en gedaan. Exact wat ze, op een gegeven moment had ik hem dus te pakken. Ja, toen wilde ik het af hebben. En toen was het volgens mij 11 uur 's avonds. Nou, ik lig normaal om 9 uur in mijn bed, dus dat zegt wel wat.
ik dacht, als ik hem nu wegleg, dan ben ik het weer kwijt. Dan weet ik het weer niet meer. Bij de mouwen hoefde je dus die bindoff ook niet te doen. Daar was ik heel blij mee. Bij de buttonband, knoopsrand, ja, ik weet het niet, moest dat wel weer. En dat is dus niet helemaal gelukt. Nou zie je dat gelukkig niet zo erg. Op een gegeven moment gooide ik ook wel een beetje de handdoek in de ring. Ik wil graag iets echt perfect doen. En als het op een gegeven moment na de zoveelste keer niet lukt, dan geef ik het ook wel een beetje op. Ja, ik heb eigenlijk weer niet zoveel over te vertellen. Het was voor een werk. Het was voor mij heel leerzaam. Het was voor mij echt heel leerzaam. Zowel het breien aan zich van het testbreiwerk en de deadline. Vooral wat de deadline met mij doet. Ik heb nu 2 projecten af die met een deadline waren. En ik heb echt geleerd, het is niks voor mij. Ik heb met 30 graden, die dag dat het 30 graden hier was, heb ik al die ruffeltjes zitten breien. Ik heb de hele dag ook gebreid. Ik heb niks anders gedaan. Ik wilde hem af hebben. Ik was er klaar mee. Maar die deadline, dat haalt al mijn plezier weg. Dat haalt echt al mijn plezier weg. Ik denk ook niet, ik weet het wel zeker, een deadline van een 23 à een maand breien aan een vest voor een kind, laat staan een volwassene, laat staan weet ik veel voor wie. Ik doe dat niet meer. Echt waar, ik doe dat niet meer. Ik heb zelf wel eens een testknit georganiseerd voor een truitje voor mijn de Nero sweater. Is nog helemaal Nederlands. Ik wil hem eigenlijk nog heel graag een keertje in het Engels en met meerdere maten. Maar ja, goed. Hè? We willen allemaal zoveel. Maar dat heb ik toen ook volgens mij 2 maanden of zo voor gehouden. Iets in die trant. Want ik vind een maand, nog ineens een maand voor een breiwerk. Het is kort. Het is echt kort. En er hoeft maar iets te gebeuren. Mijn zoon was een paar dagen ziek. Ik had avonddienst. En na een avonddienst heb ik geleerd, ben ik niet zo handwerkgericht. Ja, is het wel kort? Het is kort. Dus een testknit. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb ook geleerd hoe het werkt met in een via Instagram een groep. Testen bij elkaar. En dat is me zo goed bevallen dat ik wel heb besloten dat mijn toekomstige testknit ook via de Instagram groep gaat. Wat ik ook heel leerzaam vond, is dat zij deed de testknit in 4 delen. Dus eerst kreeg je het stuk voor de bovenkant, dan kreeg je het stuk voor de body, dan kreeg je het stuk voor de armen. Dus zo, je moest eerst laten zien, hey, ik heb het eerste deel af, voordat je naar het volgende kon. En dat was echt slim. Dat heb ik geleerd, dat was echt slim. Want zo zorg je ervoor. Er zijn namelijk best wel veel mensen natuurlijk, die denken, oh mooi, gratis patroon, ik wil hem heel graag breien, kom maar hier. Ik brei hem wel, maar joh, dat af op het moment dat het moet. En dat tackle je er wel mee. Dus ik vond het heel leerzaam. Zowel de technieken als het breien van een testknit als een deadline. Mijn dochter is helemaal gelukkig, die wilde hem vandaag al aan. Nou, dat heb ik toen me even afgeraden, want het is wel kouder voor zo'n wollen vest. De knopen trouwens, ja, die gaan heel moeilijk open en dicht. Want de knopen zijn eigenlijk iets te groot voor de knoopsgat. Want, oh ja, misschien ook handig om dat te vertellen. Het breiwerk wordt op naald 4 en op 3,5 gebreid. Maar ik heb dus de buttonband, de knoopsband. Sorry voor het gebrekkige vertaling waarschijnlijk. Maar die heb ik op 3 mm gedaan. Ook voor de armen heb ik op 3 mm gedaan. Het werd gewoon mooier. Net iets strakker. Het heeft ook te maken gehad met het feit, ik heb grote levensles niet meer doen. Dit jaar heb ik op bamboe breinaalden gebreid van Chaigu. Die zijn wat stugger dan mijn normale houten breinaalden waren. En dat breidt toch wel minder lekker dan metaal. De onderkant heb ik dan wel weer met
metaal gedaan op 3,5. Maar je breidt, tenminste ik breid toch echt een stuk losser met metaal. Dus daarom heb ik ook gekozen voor de buttonband met naald 3 te doen. Ik denk wel dat de knoopsgaten daardoor iets strakker zijn geworden dan zij de bedoeling was. Het was nogal een aparte knoopsgatentechniek die zij heeft gebruikt. Ook dat vond ik, die neem ik mee. Die neem ik mee in mijn herinnering. Ik vond het een super slim idee. Alleen nu gaan mijn knopen dus heel moeilijk open. Maar gelukkig, ze kan hem ook aan doen als een trui. De knopen hoeven niet open. Gelukkig. Af. Heel gelukkig mee. En nog gelukkiger dat hij af is. Ik heb ook even besloten om even geen deadlines meer voor mezelf te zetten. Want dat... dat was nogal intens. Dan had ik namelijk nog een deadline. En dat heeft alles te maken met dit stukje stof. Mijn dochter... Ik zit even te denken of ik dit wil vertellen of niet eigenlijk. Waarom eigenlijk ook niet. Mijn dochter zit op een iets andere... Zit niet op een regulier onderwijs. Ook niet op een vrije school. Stond mijn man niet achter. Volledig terecht. Dus we hebben een tussenweg gevonden. Nu zit mijn dochter op een Jena-planschool. En dat houdt veel dingen in. Maar één ding daarvan... Dat de kinderen 3 jaar in dezelfde klas zitten. Mijn dochter heeft net groep 1, 2 achter de rug. Of dit jaar is de laatste jaar. Gaat naar groep 3. Maar dat is niet groep 3. Dat is dan groep 3, 4 en 5. Dus je zit weer 3 jaar in dezelfde klas. En het afscheid van de ene klas naar de andere klas is nogal een hele happening op die school. Een beetje overdreven vind ik zelf. Ik ben gewoon iets te nuchter voor die dingen, denk ik. Maar goed, het is een heel ding daar. Daar ga je in mee natuurlijk. En nu was het leuke ervan. Je hebt dan 2 ouders die dan alles regelen in die klas. En die hadden gevraagd wat de juffen, want het zijn 2 juffen per klas, wilden hebben als afscheidscadeau. En het idee was een verjaardagsvlag. Ze hebben allemaal een mogelijkheid om een vlag bij de deur in de gang op te hangen. En ze wilden daar een vlag voor dat ze dat konden ophangen als iemand jarig was. En de juf zei heel leuk dat ik heel goed de moeder van... kan heel goed naaien, dus die kan het wel doen. Ze kreeg de vraag toegeworpen en ik had ja gezegd, want ik dacht, ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk dat ik het wel kan. Hè? Van Pippi Langkous, de quote. Ja, ik kon het ook, maar poeh, echt. Uiteraard heb ik geen patroon gebruikt. Maakt het namelijk nog makkelijker. De klas waar mijn dochter in zat, ze is namelijk straks daar niet meer, heet Maan. En dit is de vlag geworden. En ik ben wel tevreden. Hij loopt een beetje scheef. Hij is niet helemaal recht, maar dat ziet niemand als hij hangt. Het leuke is ook, ik heb wel de letters gebruikt van een patroon. Ik zet de patroonnaam even onderin. In de beschrijving, waar ik trouwens alle linkjes neerzet van elk project. Dat je daar ook kan klikken. Dat leidt of naar mijn blog of naar Revolie. Maar ik zal van deze even de naam erbij zetten. Even de naam erbij zetten. Hoe heet het Nederlands? Dit had ik wel ergens gezien. Dat had ik zelf er verder van gemaakt zonder patroon. Ik heb niks... Ja, ik heb maar wat gedaan eigenlijk. Ik had wel een foutje. Maar dat hoort gewoon. Dat is... apart, creatief, hè? En ik had in het ontwerp had ik 3 kaarsjes eigenlijk gemaakt. Maar ik moest zeggen, ik was er zo verschrikkelijk klaar mee. Ik vond het zo mooi geweest. De achterkant, simpel. Ik heb alles bijna gemaakt, behalve deze met linnen katoenen stof. En ik had deze koordjes bedacht, dan kunnen ze het aan de vlag
gestok opknopen. Alleen, ik had eerst dit gedaan. En toen dacht ik, oh ja, zo handig. Als eigenlijk het puntje was meegepakt. Dus dit had ik even aangepast. Het was een zeer creatief, los, zonder echt meten, toestanden. Vlag maken. Ik heb hier zelfs wat moeten aanpassen. Dit lijntje hier hoorde eigenlijk niet. Het lukte mij niet. Ik had het wel 4 keer, 5 keer geprobeerd of zo. En toen heb ik het opgegeven. Toen dacht ik, ik ga het op mijn eigen manier oplossen. Ik ben heel goed in wat doen. In niet het volgen van een patroon. In het, nou dan lossen we het zo en zo op. Dat is logisch. En meestal lukt dat ook. Gelukkig. Ik ben heel blij dat hij af is. Echt heel blij dat hij af is. Ik kreeg ook gelukkig veel positieve reacties van de ouders. Nu moet ik alleen nog even uitrekenen wat het allemaal gekost heeft. Want ja, die kosten worden verrekend natuurlijk onder de ouders. En mijn dochter moet nog wat andere knutsels en zo bedenken. Maar ik ben klaar. En ook dit, ik ben blij dat het af is. Echt waar, ik ben blij dat het af is. Het was wel... Ik ga nooit meer zoiets doen voor iemand anders. Maar ik heb wel geleerd dat ik wel een keer een quilt wil maken. Met de naaimachine dat wel. Geen moeilijke, maar gewoon... Ja, het lijkt me wel leuk om dan een quilt te maken met van die driehoekjes of zo. Gewoon alleen maar van die driehoekjes. Of iets in die trant. Dat is trouwens super veel werk, maar... Gewoon, ja... Het lijkt me heel leuk om een keer een quilt te maken. Niet een ingewikkelde. Dan voor mijn dochter haar slaapkamer of zo. Ze krijgt een nieuw bed. Dus het zou een mooie bijpassend cadeau zijn. Misschien wel voor volgend jaar. Ik weet het allemaal nog niet. Dit soort dingen maken. Dat quilt idee vind ik dus super leuk. Alleen in opdracht. Nee. Niet meer. Volgende keer zeg ik braaf. Nee. Daar heb ik niet zoveel zin in. Ik heb geleerd. Dat is ook voor iemand anders. Dat heb ik sowieso altijd. Als ik iets voor iemand anders maak. Of is nou breien. Of is nou naaien. Of is nou iets bakken. Maakt niet uit wat. Dan wil ik dat het perfect is. Dat er geen foutjes in zitten. Dat het gewoon helemaal smooth is. En ja, dat gaat met handwerken niet. Ik ben geen machine. Maar ik heb wel die hele hoge standaard voor mezelf. Dus dat is geen goede combinatie. Maar de moedprojecten met deadlines zijn af. En ik heb echt nu zoiets van, ik ga even genieten. Is niet het enige wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. Want ik ben ook weer aan het breien en aan het borduren. Ja. Dat heb ik tussendoor dat ik die vest aan het breien was, had ik op een gegeven moment echt behoefte aan even geen breien. Het was ook het enige project waar ik aan breide. Is dat Nederlands? Ja, denk het wel. Dus toen had ik echt behoefte aan wat anders. En toen heb ik een borduurwerk erbij gepakt. Laat ik die gewoon nu tussendoor een keer even laten zien. Niet aan het einde. Nee. Voor de terugkerende kijker, misschien herken je hem nog. Het is al een tijdje geleden. Dit is Mushroom In. Dit is wat het moet worden. Heel groot borduurwerk. Met heel veel kruisjes. Een 100-jarig project. Een project vooral om te genieten. En zover ben ik nu. Ik heb deze maand... Ik ben eigenlijk twee weken fanatiek aan het borduren geweest. Eigenlijk 5 dagen of zo. En toen heb ik 1047 kruisjes gezet. Daarbij ben ik over de 2% gekomen. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ik ben bijna bij de eerste pagina finish van dit hele grote project. Ik heb in totaal 4 dagen eraan geborduurd. En nu wil ik langzaam weer verder. Ik moet alleen wat kleuren bestellen, want die zijn op. Ik had een borduurstandaard overgenomen. Daar heb ik ergens een tijd terug over gehad. De Q-snaps, dat wilde niet echt goed gaan met onze oude stoelen, want dan kon ik hem niet. Ik kon hem ervoor neerzetten, maar als ik hem hier aan vastmaakte, dan zakte hij heel langzaam zo.
In plaats van dat hij zo bleef staan. En nu klem ik hem aan de zijkant. En dan schuif ik hem aan de zijkant de stoel in. En dan kan ik heerlijk borduren. Dus ik heb ook nu gewoon een manier gevonden dat ik lekker kan borduren. Waardoor ik geen pijn krijg aan mijn rug of mijn handen. Want het is natuurlijk best wel zwaar, zo'n lap stof. Het is nogal veel extra stof. Maar ja. Wie weet, binnenkort een pagina finished. Ja, ik ben helemaal blij. Ik had wel wat foutjes erin zitten. Ik heb het natuurlijk lang weggelegd. Dus op een gegeven moment weet je ook niet helemaal meer waar je precies bent. Maar goed, alles is weer opgelost. Ik kan lekker verder borduren. Dus ik ben weer bezig. Ik hou tegenwoordig ook bij. Als ik geborduurd heb een dag, dan zet ik hem in de agenda onder een bepaald kleurtje. Kan dat dan. Ik heb een digitale agenda. En dan kan ik per maand of per filmpje of wanneer ik hem weer laat zien. Uitrekenen hoeveel ik heb gedaan. Dus dat vind ik ook wel een leuke voor de rest van de keren dat ik hem ga laten zien. Dat ik ook kan vertellen hoeveel ik daadwerkelijk heb gedaan. Ja, ik hou toch van cijfertjes. Ik kan daar niks aan doen. Ik neem ook elke week de waterstand op om te kijken hoeveel we hebben gebruikt. Dat doe ik al 4 jaar in dit huis. Dan voel ik het al heel de tijd in het andere huis. Water, warmte en al die dingen. Ja, ik vind dat leuk. En dat is ook met dit. Ik vind het gewoon leuk om bij te houden hoeveel ik daadwerkelijk doe. Net als met mijn project op Refree. Kan je ook heel mooi zien hoeveel je al dit jaar hebt gemaakt. Ja, ik word er blij van. Ik ben wel aan het borduren dus. Dan. Ja, ik doe een beetje rommelen deze keer met de inhoud. Want nu ga ik even iets over mijn aankopen vertellen. En dan als laatste heb ik het even over een sok. Omdat ik daar nog wat extra bij te vertellen heb. Ja, ik heb nog wol in huis gekregen. Was niet helemaal de bedoeling. Maar mijn dochter gaf wel aan dat ze roosachtig ook wel lekker leuk zou vinden. Ik brei veel dingen natuurlijk voor mijn kinderen. En ze zijn altijd wel een beetje in mijn kleuren. Zwart, nu roestkleur, dat soort kleuren. En mijn dochter gaf aan dat ze roze ook wel leuk zou vinden. Dankzij het vest had ik echt ideeën gekregen om te breien, een eigen patroon te maken. Ook een vest. Wel anders. Dat nou weer wel. En die wol. Ik heb nu wel een iets andere wol, maar het idee van deze wol, in ieder geval deze, dat is die Drops Burst Alpaca Silk. En dit is dan de kleur Power Pink. Ik vond die dus heerlijk. En dit is Drops Noord, ook de kleur Power Pink. Deze kende ik al, dus dit leek me een prachtige combinatie voor mijn idee. En ik heb van allebei 5 bolletjes besteld, dus ik kan wel eventjes aan. Ik ga er nog niet aan beginnen. Ik wil eerst wel nog iets af hebben. Ik heb namelijk nogal veel projecten op de pennen staan op dit moment. Desalniettemin heb ik wel een proeflapje gemaakt. Wat ik ga verwerken in het patroon. Dat kan je hier zien. Nou, als je het goed kan zien. Het zijn ik heb hier een foutje ergens gemaakt. Maar het zijn dus plaatjes. En hoe ik dit ga verwerken. Daar zien jullie later meer over. Nieuwe ideeën. Heerlijk. Daar word ik echt blij van. Dus dat was mijn aankoop van de afgelopen maand. Ik had uiteraard weer licht commentaar gekregen van mijn man dat ik weer rol in huis kreeg. Maar ja, het maakt ons helemaal gelukkig. En het overweldigt soms als je een grote voorraad hebt. Maar tot nu toe, ik ben er heel blij mee. Het ligt ook nog steeds op de kast in onze slaapkamer. Ik weet niet, die kleur, ik vind het een beetje zomer, een beetje, ja, het heeft iets. Ik zou het zelf niet gaan doen, maar voor mijn dochter wil ik met liefde nog iets gaan maken voor de aankomende herfst en winter. En dan is het ook wel weer genoeg voor mijn dochter. Want die heeft al genoeg breiwerk inmiddels.
Dan waren we eigenlijk aan het einde gekomen. En in mijn geval, misschien vind ik dat wel het belangrijkste. Ik ben namelijk, nu dat mijn project, mijn testbreiwerk af is, ben ik weer verder aan het gaan met mijn eigen ontwerp. Ik heb deze keer even de naam opgeschreven. De vorige keer wist ik de naam niet meer. De Wild Forest Socks. Ik had er natuurlijk al eentje af. Nee, jammer dan. Ik dacht, ik ga reiken naar mijn sokkenblokken. Maar die ligt te ver weg. Iets met luiheid vandaag. Dacht je niks doen. De eerste sok was al een tijdje af. Al een heel tijdje af. Het patroon is ook grotendeels af. Maar ik wilde zelf nog een keer de tweede sok tot voorbij de hiel breien. En ik ben bij de hiel. Dus het einde is in zicht. En ik ben heel blij. En ik ben ook blij dat ik het zelf nog een keer gebreid heb. Want ik merkte zelf al een foutje in het telpatroon. Maar wat ik dus hierover heel graag wilde vertellen. Een tijdje geleden heb ik heb ik mijn accounts samengevoegd. Heb ik House of Wool weggegooid. Ben ik kostelijk leven gaan gebruiken. Ik weet niet of je dat hoort, maar er zijn kinderen aan het huilen buiten. Side note. En nu heb ik een hele mooie Instagram. En ik ben echt, ik ben echt super blij mee hoe het helemaal echt mij is, zeg maar. Hoe het, het presenteert wie ik ben. En wat ik leuk vind en wat ik mooi vind. En het past echt bij mij. En de naam ook. Dus daarin ben ik heel tevreden. Alleen, ik liep al een tijdje aan. Ik krijg heel lief. Echt, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Dat wil ik wel heel duidelijk even zeggen. Ik krijg heel lief van mensen al reacties op deze sok. Van, hey, ik wil ook voor jou testen. Ik wil me alvast opgeven. En nogmaals, het is dus super lief. Alleen zo werkt het niet. Ik kan al überhaupt niet bijhouden wie dat allemaal zeggen. Ik krijg echt best wel veel reacties in mijn via Instagram, zeg maar, via de berichtenbox. Maar ook hier op YouTube krijg ik veel reacties. En ik vind dat super leuk. En ik lees ook alles. Alleen ik kan niet onthouden wie nou wat heeft gezegd. En wie dan zou willen testen. En, nee. Dus, wat heb ik bedacht? En als je op mijn Instagram volgt, had je het al kunnen zien. Ik heb hier ook al hem ook al gedeeld als foto. Je kunt je dus, mocht je graag voor mij überhaupt af en toe testbreiwerk willen doen. Een paar sokken, een sjaal, iets anders. Voornamelijk sokken denk ik en een sjaal, maar goed. Dan kan je opgeven via de link hier onderin. Dus aanmelden voor mijn testoproep mail. Het is officieel de term nieuwsbrief, maar zo gebruik ik het niet. Ik ga jou niet allemaal mailtjes sturen over waar ik mee bezig ben. Of allemaal dat soort dingen. Nee, wanneer ik een project heb wat getest moet worden. Wat ik graag wil laten testen. Dan ga ik als eerst die groep mailen van, hey jongens, ik heb een test. Dit is de foto. Dit is eisen en alles. En als ik daar dan voldoende mensen uithaal, dan hoor je helemaal niks op Instagram. Mocht ik natuurlijk niet genoeg mensen hebben, zal ik later nog een keer een Instagram post doen. Maar die kans is dus aanwezig dat dat helemaal niet meer op Instagram komt. Er hebben al best wel wat mensen aangemeld, tot mijn grote verbazing. Echt, ik ben er heel dankbaar voor. Maar mocht je dus heel graag voor mij willen testen, wat ik dus super leuk vind, meld je dan even daarvoor aan. Dan krijg je als eerst, samen met dus een andere groep die zich aan heeft gemeld, je bericht in, of het de oproep in je mailbox. En dan, ik verwacht hem in juli rond te sturen. Wel een kleine kanttekening, heb ik zelf inmiddels gemerkt. Volgens mij komt de eerste mail die ik ga versturen wel in je spambox. Ik had een test voor mezelf gedaan en bij mij kwam hij dus in mijn spambox.
Dus dat wil ik wel even. Kijk af en toe in je spambox. Misschien zit daar straks in juli een oproepje. Als je je hebt aangemeld. Dus ja, dat. Dus mocht je graag voor mij willen testen, meld je aan via de link hieronderin. En ook in, wat ik, het heeft wat voet in de aarde gehad om dat helemaal uit te zoeken hoe dat werkt. Maar wat ik dus dan fijn vind, is dat je je weer kunt aanmelden voor die testnit. En dat ik daar dus weer een aparte lijst voor krijg. En dat ik daaruit dus mensen kan kiezen. En dat, ja, het techniek werkt af en toe zo verschrikkelijk fijn. En nu ik alles samen heb, werkt het gewoon. Het is voor mij nu gewoon zoveel overzichtelijker. En het is ook hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich al hebben aangemeld. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht, ah, dat worden 5 mensen of zo. Maar het zijn er al wat meer. Dus nee, het blijft me verwonderen. Net als hoeveel mensen hier kijken. Het blijft me verwonderen. Ik draai lekker door aan mijn eigen sok. Daarna moet ik nog wat aanpassingen doen. Want ik had wat foutjes ontdekt zelf. En dan kan ik een oproepje plaatsen. En ik heb er zin in. Ja, ik heb er zin in. En ja. Ik ben gewoon helemaal content. Helemaal blij. Nee, ik ik weet niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ik heb heel veel. Ik moet wel zeggen, dat was een hele grappige ervaring weer. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Ik had natuurlijk mijn breiwerk af. En dan val ik altijd in de diepte van, oh, wat moet ik nu aan breien? Ik weet het niet meer. Terwijl ik dan heel veel leuke projecten heb. Maar dan ben je zo lang fanatiek aan één project bezig geweest die je in je hoofd aan het afmaken bent, dat je daarna even ontheemd, of hoe je dat noemt, bent van, oké, en nu? Wat moet ik nu doen? Dat was wel een hele leuke ervaring weer. Ik heb veel projecten nog die stil liggen. Ik heb stiekem voor mezelf een lijstje gemaakt waar ik heel graag aan wil werken. Ik heb best wel wat eigen ontwerpen, ja, gaande, wat, ja, waar ik nog wel best wel wat aan moet doen. Dus ik denk dat dat de aankomende tijd wel een beetje mijn focus wordt. Aangezien het allemaal ook vrij goed lukt op het moment. Het is zomer. Het is warm. Vandaag niet, maar het is warm. Dus breien wordt sowieso wel wat minder. Maar nee, ik ga lekker verder handwerken. Ik heb er helemaal zin in. Wat ik allemaal ga doen, weet ik nog niet. Ja, breien en borduren. Ik heb wat kledingnaaiprojecten wat ik heel graag zou willen doen. Maar ja, na de vlag had ik wel even mijn naaimachine weer opgeruimd. Dus nee, dit was podcast nummer 54. En ik ben volgens mij helemaal niks vergeten te vertellen deze keer. Dank je wel voor het kijken dus. Mocht je dus nog niet geabonneerd zijn en dus een hekel hebben aan reclame, abonneer. Bij 1000 mensen, bij 1000 abonnees kan ik er wat aan doen, als het goed is. En mocht je dus heel graag voor mij willen testen, meld je even aan in de link onderin. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Ja, waarschijnlijk dan boven in een kamer. Niet meer op deze stoel. Die kans acht ik vrij klein met kinderen die niet meer middagdutjes doen. Nou, heel erg veel handwerkplezier. En mocht je nou bijna schoolvakantie hebben, heel veel plezier. Fijne vakantie alvast. En tot de volgende keer. Doei!